Welkom in de Stadswaard. Een plek op steenworp afstand van Nijmegen waar je op een hele mooie manier de natuur, maar ook de cultuurhistorie kunt beleven. Wil je weten hoe? Ga dan met me mee. We staan hier nu op een hele mooie plek op de Waalkade in Nijmegen, waar je prachtig kunt zien dat de rivier de Waal gebruikt wordt voor de scheepvaart, voor de industrie. En het leuke is dat de Romeinen dat in het ver verleden ook al deze plek gebruikten om handel te drijven. Nou, we staan hier nu onder in de bastij aan de Waalkade, daartussen ontzettend veel oude Romeinse restanten, cultuurhistorie. Dit vind ik ook wel een leuk plekje, want dit is ja, zo'n stukje in het gebouw waarvan je denkt, wat is dit nou geweest? En als je daar naar binnen kijkt, nou, dan kun je eindeloos speculeren wat hier misschien wel heeft plaatsgevonden. Toen de Romeinen hier kwamen in Nijmegen, zag het landschap er totaal anders uit. De rivier was woest, bepaalde zijn eigen koers, stroomde echt tot hier tegen het pand aan. Nu is de rivier ingekaderd in kripvakken, zodat we weten wat die rivier doet. Maar die Romeinen vonden dit wel een hele belangrijke plek. En het mooie is dat Nijmegen eigenlijk die rivier aan het omarmen is. Dus waarom die Romeinen hier kwamen, is Nijmegen nu aan het uitbreiden. Steeds meer mensen gaan rondom deze rivier zich vestigen met een bedrijf. Maar mensen willen hier ook heel graag recreëren. En daarom gaan wij zo meteen hier achter mij naar buiten, de natuur in, om ook te laten zien, nou, wat kun je nu nog zien en hoe mooi ziet dat eruit. Wat vindt u zo mooi van het wandelen hier in de riviernatuur? Oh ja, prachtig, alles. De hele natuur, het water en ja, de dieren die je tegenkomt. Eerst waren hier de Romeinen, maar daarna de klei- en pottenbakkers die ervoor hebben gezorgd dat ze dit landschap op deze manier geboetseerd hebben. In het rivierenlandschap kun je ontzettend veel oude ruïnes vinden van veldovense steenfabrieken. En die zijn heel waardevol geweest, want dankzij deze fabrieken is het rivierlandschap gevormd zoals het is. Want de klei en zand die hier te winnen vielen, die zijn gewonnen en afgezet op de markt als bakstenen of als dakpannen. En nu laten we ze heel graag staan om te laten zien dat hier vroeger een bloeiende industrie was. Dit gemaal zorgt ervoor dat er gewoon jaar rond geboerd kan worden. Dat de agrariër het water op het juiste moment, op het juiste niveau heeft staan. En dat de mensen die in de polder wonen ook niet continu natte voeten hebben. Maar soms botst dat ook een beetje met de natuur. En daarom hebben we hier aan de rand van het gemaal een vistrap aangelegd. Die ervoor zorgt dat dieren vanuit de rivier, maar ook in de slootjes hierachter in dat polderlandschap, nog heen en weer kunnen zwemmen en naar elkaar toe kunnen komen zonder dat ze door het gemaal heen hoeven. Nou, we zijn hier op een punt net buiten de stad Nijmegen waar je heel mooi kunt zien hoe de natuur zich ontwikkelt als je de natuurlijke processen haar gang laat gaan. Hier laten we de rivier buiten haar oevers treden. Kuddes met dieren grazen hier jaar rond. Terwijl 15 jaar geleden dit nog landbouw, akkerbouw was op momenten dat het kon. En als je hier de dijk weer oversteekt, dan zie je dat prachtige polderlandschap nog. En dat maakt deze plek denk ik wel heel erg mooi. Mag ik vragen, wat is de reden waarom jullie hier fietsen? Jullie komen volgens mij niet uit de omgeving. Nee, we komen uit België, Temse. Dus we zijn wel wat waterkant gewoon. En dit is ook nog een meer interessantere omgeving voor in te fietsen. Ja. Weidser. Ja, veel wijdser dan bij ons. Meer natuur. Ja. Ja. Eigenlijk zijn we in de geschiedenis hebben we geprobeerd iedere keer de natuur te winnen. Ja. Elke keer de strijd aan te gaan. Ja. Precies al die mooie perceeltjes maken zoals je hier ook ziet. En hier laten we juist eigenlijk weer zien dat als we niks doen, dat het veel meer oplevert. Hè? Veel meer plantsoorten, dierensoorten. Meer natuur. En meer, ja, precies. Geen idee hoe over 100 jaar dit landschap eruit ziet. Want tegenwoordig hebben we te maken met klimaatverandering, grote regenbuien, maar ook extreme droogte.
Eén ding weet ik zeker, deze plek is al zoveel aangeknutseld de afgelopen eeuwen, dat ik mij niet kan voorstellen, dat stel ik zou hier over 100 jaar weer lopen, dat dit er nog zo strak uitziet als nu. Dus ja, misschien zijn de uiterwaarden wel vergraven naar beneden, omdat die rivier steeds dieper in het landschap insnijdt. Ja, ik weet het niet. Het mooiste zou zijn, in ieder geval, als de natuur nog meer ruimte zou krijgen dan dat het nu heeft.